gerenoveerde gymzaal in Apeldoorn weer in gebruik genomen. Na 8 jaar en 100 edities verder stopte vrijdag de borrelnoot. Kind van 5 jaar gewond door val van flatgebouw. En Swim to Fight Cancer bracht in Apeldoorn 125.000 euro op. Twintig gymzalen in Apeldoorn zijn de afgelopen maanden volledig gerenoveerd. Vrijdagmiddag werden de gymzalen officieel in gebruik genomen door wethouder van sport Nathan Stukken. Dat deed hij in de gymzaal Glazeniershof samen met een leerling van de basisschool De Sjoffer. 1, 2, 3. Ja, nou gefeliciteerd jongens. Hey. Was het nodig? Ja, het was zeker nodig. We hebben in Apeldoorn gelukkig heel veel gymzalen waar scholen en verenigingen gebruik van kunnen maken. Maar een groot deel daarvan was al 40 jaar of ouder. Ja, en dan is op een gegeven moment de tand destijds wel zover dat je moet gaan renoveren. En dus hebben we 20 gymzalen in de afgelopen 3 maanden aangepakt. Met dit fantastisch resultaat. Was het allemaal op tijd klaar? Het was allemaal op tijd klaar. Ik heb wel begrepen dat in de laatste weken nog wel wat gestrest was om het voor elkaar te krijgen. Maar het is ons gelukt en dat is een goede prestatie. Wat is er allemaal verbouwd en veranderd? Nou, we hebben eigenlijk heel erg gekeken naar duurzaamheidsmaatregelen. Dus elke gymzaal ligt zonnepanelen op om bijvoorbeeld te geven. We hebben energetische maatregelen getroffen, zodat zeg maar, deze gymzalen ook een veel lager energielabel krijgen. Maar bovenal bijvoorbeeld ook hebben we de douches aangepakt en de toiletgroepen, want die waren zo oud dat we gedacht hebben, het is goed om dat nu aan te pakken. We hebben verlichting, maar die verlichting die wordt gestuurd door het licht. Dus je hebt gezien net, er zitten ook grote ramen in deze sporthal. Als er veel zonlicht is, dan hoeven we bij wijze van spreken de verlichting hoeft daar niet aan of gaat minder branden en het schakelt automatisch, dus dat is ook minder energieverbruik, isolatie. Ja, dat zijn denk ik de belangrijkste zaken die, en de luchtbehandeling. Dus de verwarming zit in het plafond en door de luchtbehandeling gaat de warmte wordt verdeeld in het pand, in de locatie. En daardoor heb je ook minder, hoef je minder hard te stoken om hem warm te krijgen. Hoewel de 20 gymzalen stevig onder handen zijn genomen, vielen de kosten van de renovaties erg mee. Wat heeft het allemaal gekost? We hebben in totaal hebben we 5,5 tot 6 miljoen aan dit project uitgegeven. Waarbij we een klein beetje geld terug hebben gekregen van de provincie. Maar zoals je ziet, met een prachtig resultaat. Behalve als gymzaal voor basisscholen heeft het ook nog wel andere belangrijke functies. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Nou ja, het is wat ik net vertelde inderdaad binnen, zeg maar, is de primaire functie natuurlijk dat het de plek is waar scholen, maar ook verenigingen, dus niet alleen scholen, maar ook verenigingen gebruik van maken, waar mensen dus sporten en bewegen, wat gewoon heel erg goed is. En daarnaast zie je vaak dat dit soort plekken, net zoals scholen, ook een belangrijke plek en functie in de wijk kunnen hebben, waar mensen elkaar ja, letterlijk en figuurlijk kunnen ontmoeten. Een hele nieuwe gymzaal hebben jullie gekregen. Bevalt die? Ja, het bevalt echt prima. Het is echt goed opgeknapt. Merk je een verschil met de oude gymzaal? Ja, vooral in de kleedkamers en het sanitair. En de geur die er nu veel beter is dan dat die was. Je bent net ook al met de kinderen bezig geweest hier te sporten. Hoe vinden zij het? Zij vinden het ook heel fijn. Ze waren helemaal verrast dat het allemaal weer zo fris eruit zag. En ja, de extra zin om weer te gymmen, omdat we ook 3 maanden er niet in mochten natuurlijk. Dat is helemaal leuk. Voorlopig kunnen de leerlingen van de basisscholen en de sportverenigingen de komende jaren weer sporten en spelen. Hoe lang mogen of moeten deze gymzalen weer mee kunnen gaan? Nou, dan moeten ze, je weet nooit wat er allemaal gaat gebeuren en hoe de ontwikkeling is op het gebied van sport. Want we willen natuurlijk altijd up-to-date zijn. Maar de dingen die we nu gedaan hebben, die moeten zeker wel 10, 25 jaar meegaan. Totdat er misschien weer een nieuwe innovatie is waardoor we nog duurzamer kunnen zijn en dat die investering zich ook weer terug zal betalen. Afgekeken van de borrelnoot in Amersfoort werd 8 jaar geleden de eerste borrelnoot in Apeldoorn gehouden. De borrelnoot was een reizende borrel voor creatieve mensen en tekstschrijvers die iedere derde vrijdag van de maand op verschillende locaties elkaar konden ontmoeten. Vrijdagavond was de 100ste borrelnoot een feit, maar dat was ook tevens de laatste. Wat waren de hoogtepunten in die 100 edities? Nou, er is niet één hoogtepunt, maar er waren verschillende edities waarbij je denkt, nou, dat blijft me wel bij. Ik weet nog, achter het Westpoint gebouw, wat nu weer als een dode puist in onze stad ligt, daar hadden we achter in die kuil die er was, hadden we alle rotzooi opgeruimd. En dat was nog echt in die beginfase, waar heel veel creatieven kwamen. Er zaten ook een aantal ateliers. Jack die zat daar toen. Emiel zat er als kunstenaar. Ik ben ook een paar namen kwijt, maar ja, dat was wel een hele bijzondere editie.
Wat was daar zo bijzonder aan? Ja, er was een hele leuke sfeer en daar kwamen ook spontaan heel veel mensen op af. En daar werd heel veel nog ook uit zichzelf georganiseerd. Hè. We hadden altijd een stoelmasseuse die zich ter beschikking stelde. Er werd kunst verloot, we hadden altijd een verloting. Het was wat kleiner, dus dat was eigenlijk ook al een hoogtepunt. En we hebben natuurlijk kort geleden, dat weten we allemaal nog, denk ik, de editie van de Villa gehad. Dat heeft heel wat emoties losgemaakt in Apeldoorn. Waar ongelooflijk veel mensen op af zijn gekomen. Maar eigenlijk kan je van elke editie wel zeggen, nou dat was er heel leuk aan of dat was er heel leuk aan. Want dat was namelijk het aardige van de borrelnoot. Ik denk dat je op één hand kan tellen de borrelnoot waar het misschien iets minder leuk was. Want er gebeurt altijd wat, er was altijd muziek, er was altijd gekkigheid. En daar is de Borno natuurlijk ook wel een succes mee geworden, denk ik. Vanaf de allereerste locatie vertrok het bestuur en oprichter met de Borrelnoot grafkist naar de laatste locatie, de voormalige nettenfabriek. Nu de 100ste editie, de laatste. Hoe voelt dat voor jou? Ja, dat is best wel een strikvraag. Ik vind aan de ene kant is het wel heel jammer, want het is superleuk om het elke keer weer te mogen organiseren. Maar het is ook gewoon wel goed dat het stopt. En het is wel een stop op je hoogtepunt, of op het hoogtepunt van de borrelnoot, de 100ste. Het is ook wel een mooi moment, tijd voor weer nieuwe initiatieven. En ik denk ook wel dat, zoals de borrelnoot 8 jaar geleden begonnen is, hè, van voor en door creatievelingen, dat is een beetje veranderd. En natuurlijk komen er nog steeds heel veel creatieve mensen, maar er blijven er ook wel weer wat weg, omdat die vinden dat het allemaal te groot en te massaal wordt. Ja, vind ik ook wel weer heel erg leuk, weet je, alles verandert. Dus ook de borrelnoot. En ja, het is gewoon uitgegroeid tot een heel groot event. En ook wel prima om weer te stoppen. Wethouder Detlef Sizo opende het allerlaatste borrelnootfeestje. Wat betekent de borrelnoot voor de gemeente Apeldoorn? Heel veel, want de borrelnoot is altijd een netwerk geweest van mensen, creatieve mensen die elkaar hier en ergens anders tegenkwamen. Een van de voorbeelden van de Springer of van de borrelnoot is bijvoorbeeld het helportret. Het hele bestuur van het helportret komt dus vanuit het netwerk van de borrelnoot. En het helportret, want ik zie je verbaasd kijken, is een initiatief waar 1 keer per jaar aan mensen een portret aangeboden wordt met opmaken en dergelijke voor mensen die zich er anders niet zouden kunnen veroorloven. Een schitterende dag met muziek, dans, eten. Opmaken en een schitterend portret. Ik vind het zo'n leuk initiatief ontstaan op de borrelnoot. En zo zijn er nog honderden andere initiatieven en relaties tijdens deze 100 borrelnoten ontstaan. Nou, hartstikke leuk toch? Van de borrelnoot werd vrijdagavond feestelijk, maar ook gepast afscheid genomen. Graag heffen wij het glas met u allen op deze prachtige avond. Het dak mag eraf! Een 5-jarig jongetje is zondagmiddag van een flatwoning aan de Pythagorasstraat in Apeldoorn gevallen. Volgens getuigen was het jongetje alleen thuis en speelde op het balkon en klom later over de balustrade. Het kind viel van de 4e verdieping naar beneden en kwam in de struiken terecht. Volgens de politie heeft het jongetje botbreuken aan zijn bovenbeen en bekken opgelopen en was na zijn val aanspreekbaar. Een traumahelikopter was ter plaatse voor medische assistentie. Het jongetje is met de ambulance naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De arts van de traumahelikopter is met de ambulance meegegaan. Rond 6:30 zondagavond reed een zwarte Volkswagen Golf met grote snelheid tegen het hekwerk en een boom van het notariskantoor aan de Vosselmanstraat. Mogelijk raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Na het ongeluk verdween de bestuurder en liet de bijrijder met de schrik achter. De politie doet onderzoek naar het ongeval en is op zoek naar de bestuurder. De auto is totaal losverklaard. Hoeveel schade aan de tuin, boom en hekwerk van het notariskantoor is nog niet bekend. Zondag werd in het Apeldoorns kanaal in het centrum van Apeldoorn gezwommen voor Swim to Fight Cancer. Het doel van de stichting is om geld bij elkaar te brengen voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Oud-burgemeester van Apeldoorn Harm Bruinslot is nauw betrokken bij de sponsor zwemactie die geld ophaalt voor het kankerfonds KWF. Waarom maakt u deel uit van het comité van aanbeveling? Omdat ik het een heel belangrijk evenement vind, persoonlijk. Als we bedenken dat 1 op de 3 Nederlanders kanker krijgt,
hebben eigenlijk alle Nederlanders mee te maken. En daar maak ik geen uitzondering op. Schoonmoeder overleden, zwager veel te jong, mijn broer 2 jaar geleden. Nou ja, zo heeft iedereen zijn eigen verhaal waardoor je betrokken bent bij een initiatief als dit. Het tweede is, het is natuurlijk Apeldoorn en het blijft onze grote liefde. Dus als je daar wat voor kan doen, ook al is het op deze bescheiden manier, dan lopen we daar niet voor weg. En dat mag misschien ook wel gezegd worden, tot vorig jaar was ik voorzitter van KWF Kankerbestrijding. Rond de 150 deelnemers zwommen voor het goede doel. Onder hen ook oud-Olympisch en wereldkampioen zwemmen Maarten van der Weijden en atleet Eelco Sint-Nicolaas. 100.000 mensen per jaar krijgen in Nederland kanker. Dat is 1 op de 3 mensen die krijgt dat ooit. En ik zelf ook 15 jaar geleden. Leukemie, vreselijke tijd gehad. Maar uiteindelijk wel het geluk gehad te kunnen herstellen omdat er een therapie was die voor mij werkte. En we zijn hier met z'n allen samen voor Symptomfight Cancer om een heleboel geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Zodat de kans dat patiënten voor vandaag en de patiënten van morgen de kans om te herstellen ietsje groter is. Eelco, jij maakt deel uit van het comité van aanbeveling. Waarom eigenlijk? Ja, ik ben hiervoor gevraagd, een beetje via ACRES eigenlijk, of ik hier aan mee wilde werken. ACRES? Ja, ACRES is, daar ben ik ambassadeur van Sport van de Maan, dus zo zijn er lijntjes gekomen. En ja, als ik iets kan doen dan voor het goede doel, dan doe ik natuurlijk graag mee. Wat vind je van dit evenement? Ja, bijzonder. Mooi dat we het in Apeldoorn hebben. Als je nu om je heen kijkt, dan denk ik dat we dat heel goed opgezet hebben. Dus met de organisatie heb ik vrij weinig van doen gehad. Maar ik vind het wel bijzonder dat we het zo mooi hebben neergezet. Tussen de Vreulenbrug en de Deventerstraatbrug was er in het kanaal een parcours van 1500 meter uitgezet. Het initiatief om Swim to Fight Cancer in Apeldoorn te organiseren werd omarmd door de wethouder van sport, Nathan Stukker. Wat vind je van dit evenement? Ik vind het een fantastisch evenement. Natuurlijk omdat het voor een goed doel is, hè, de bestrijding van kanker, wat een vreselijke ziekte is. Waar mensen, heel veel mensen denk ik ook wel helaas ervaring mee hebben in hun eigen... 1 op 3 mensen. Dat bedoel ik maar net. Dus ik denk dat heel veel mensen ook hier daar ervaring mee hebben. Ja, dan is het fantastisch dat mensen zich op deze manier inzetten. Dat is 1. En 2 is het natuurlijk fantastisch dat we op deze manier mensen in het Apeldoorns kanaal laten zwemmen. Plus dat we zometeen de opening van de Nationale Sportweek mogen doen. Ja, die dingen komen prachtig samen. Swim to Fight Cancer in Apeldoorn leverde het mooie bedrag van €125.000 op. Morgen is het wisselend bewolkt met weinig zon. Het blijft droog en het wordt rond de 20 graden. In de avond en nacht blijft het bewolkt en droog en zakken de temperaturen naar zo'n 8 graden. De komende dagen zijn er wolkenvelden met zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt rond de 20 graden.